Veel mensen denken dat het huidige kabinet met daarin de partij van Geert Wilders vroeg of laat gaat klappen. TV-ster Sven Kokkelman mocht afgelopen vrijdag zelfs direct na het 8 uur journaal inbreken op NPO1 met een ingelaste uitzending van zijn talkshow, omdat iedereen dacht dat die avond het kabinet zou gaan vallen. Dat is niet gebeurd. Vroeg of laat gaat het toch gebeuren, denkt Gerard Joling. Het kabinet klapt toch, jo, zegt hij in Bo. In februari of maart is het gebeurd. Nieuwe verkiezingen, klaar. Let op mijn woorden. Het is toch een circus dit? Politiek verslaggever Floor Bremer, ze zitten er nu vijf maanden en als je naar de feiten kijkt, dan zie je dat ze al drie crisis gehad hebben, dus de omloopsnelheid van de crisis is vrij hoog. Gerard heeft ook geen vertrouwen in premier Dick Schoof. Hij ziet er bovendien erg moe uit, al dus de entertainer. Als je die meneer Schoof ook ziet. Ik zou nooit in zijn schoenen willen staan. Dan denk ik, oh ha ha ha, elke keer als ik die man weer zie om wat te vertellen aan het volk en het kabinet, denk ik, wat een triest. Je ziet hem steeds ouder worden, de zakken onder zijn ogen worden steeds groter. Wat zal die man een spanning hebben? Die moet zich toch verschrikkelijk voelen? Het is gewoon haantjesgedrag daar en het gaat alleen om henzelf. Het gaat helemaal niet om het volk in Nederland. Het is gewoon één grote triestigheid, echt. We moeten ervan af. Floor heeft geen medelijden met schoof. Hij heeft er zelf voor gekozen, natuurlijk, en hij wist ook in welk kabinet hij stapte. Gerard, ja, maar dit had hij niet gedacht dat het zo zou lopen, dat ben je toch met me eens. Gastheer Bo van Ervedorens tempert Gerard, Floor, ik heb nog één vraag voor jou, anders hebben we natuurlijk helemaal geen tijd meer voor de toppers. Gerard, oh, dan moeten we heel snel door nu.